Jongens, wat doe je als je op een woensdag moet overwerken? Het is woensdag, toch? Ja, het is woensdag. Dan zit je bij in Bunnik bij Rodaan. Met Akeo. Yo. En Peet. Yo. Yo. En we hebben tapasavond. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een broodje tapau met, wat zit er eigenlijk in? Kippenmat. Nee, volgens mij is het... Nee, toch? Peking eend. Ja, 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 vogel. Kip, ja, kip, vogel. Echt, hè? Maar Peter en Tom hebben al best wel vaak insecten gegeten. Het stond op het lijstje. Het is gekarameliseerde sprinkhaan. Oh, ik moet natuurlijk ook eten tijdens de vlog. Ja. Oké. Okay. Ik ga het wel met mijn handen doen. Kun je het helemaal opeten of springt hij dan helemaal ja, uit elkaar? Ja, ja. Ha, springt. Hij springt er. Best chill. Dat is vooral die karamel die je. Ja, sprinkhaan is verder een beetje. Jawel. Een beetje stoffige noten. Oude noten. Karrelnoten. Sorry. God hebben ze ziel. Maar, proost. Kijk, onze Ricardo is nu ook bezig met de game. Knikkerkampioen, wat weet hij in Nederland, van One to Switch. Dat is dat balletje tel. Rumble feature game. Wat gaat er door je heen? Het is bizar, man. Het is wel even zoeken hoe je moet houden, maar... Nee, de balletjes rollen, hoe je hem houdt. Ik weet het. Je moet wel weten hoe je het vasthoudt nu. Oké, nou moet je hem dus... Het moet zo draaien. En door middel van de... Dat zeiden we al in Keulen. En, ja, dit zijn de balletjes zeg maar, die je dan zeg maar, in beeld ziet, die blokjes. En hij denkt nu dat hier dan die blokjes in zitten, of die balletjes. Wat denkt u? Twee, dan mag u het hierop gaan leggen. Wat denk je? Oh, je moet kiezen, hè? Ja. Hoeveel balletjes? Drie. Drie? Ja, je moet hem neerleggen. Ja. Ja, nee, hij pakt hem automatisch. Soms duurt het even, hè. Antwoord is 2. Ah, oh, ja, dat is fout. Zij heeft het antwoord. Nu kan je ook... Telegraaf heeft het goed, Telegraaf heeft het goed. Telegraaf heeft het namelijk altijd goed. Nu krijg je dat visueel te zien, dat er echt een Yo, Ricardo. Yo, Daniel. Yo, waar zijn wij? In Amsterdam. Even draaien, want anders is 3 seconden in beeld. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja, zo wel. Waar zijn we? In Amsterdam, bij Guerrilla Games. Ja, voor wat? Wat zou het zijn? Daar staat hij gewoon. Oh, ah, wat vet. Dus Eloy van Rise Zero Dawn. Kom erbij. Ja, kom ertussen. Ja, vast wel. Ja, de game is bijna uit. Bijna. Ja. Bijna. Ik ga hem natuurlijk helemaal kapot spelen. Wat denk je? Ja, natuurlijk. Ja. Is deze outfit een beetje accuraat? Of helemaal accuraat? Dat moet ik aan jou vragen. Ik vind het wel, maar ja. Dat is aan jullie, ik weet het niet. Ja, ik weet niet. Ik heb de game wel gespeeld, maar ik heb niet alle details gelet. Ja, ik wel. Ja. Ik wel. Dus hij is wel accuraat. Ja, wat laat je wapens zien. Dat vind je de goede skin. Wat vet. Je hebt de game neem ik aan al gespeeld? Een paar uurtjes. Een paar uurtjes. Ja, preview event. Heb je de game ook al meegekregen? Oh, wacht, ik wil niet zeggen. Maar super vet. Thanks. Je ziet bijna niet dat het je echte haar niet is. Wat? Wat? Wat doe je nou? Zeg er eens wat van. Hij breekt zeg er eens wat van. Nee, het is allemaal echt. Het is echt super zo loop jij ook gewoon over straat met deze auto. Ik ben zo aankomen lopen. Zo ben je geboren. Ja, zo kom ik eruit. Zo mijn haar eerst. Ja. En toen ik met mijn speer zo erachteraan. Mooi. Wow. Ja, meteen op een broadhead weet je en meteen gewoon. Heb je ook de outfit helemaal zelf gemaakt? Volledig. Holy shit. Alles. Hoe lang heb je erover gedaan? Meer dan 300 uur. Wow. Ja, cosplay, als je het okay. Maakt, cosplay is dedication, veel... man. Ja. Cosplay is de game is korter. Waarschijnlijk niet. Ik ga misschien wel zo lang spelen.
Ja, dat wel snap ik. Dat kan wel. Ja. Oké. Ik ga wel doen. Vet. Dankjewel. Alsjeblieft. Ga ik nog heel even naar Ricardo. Hi. Hi man. Nee, mag niet. Mag niet, hè? Ja, we gaan... Krijg je een lijststraf. Ja, echt. We gaan de game zo meteen hopelijk spelen hier. Het is best wel vol. Maar ja, goed. Wat verwacht jij ervan? Ah, ik zie al wat gameplay hier en daar, mensen die spelen en ik ben best wel hoopvol. Ja, het ziet er vet uit, man. Ik ga hem reviewen. Ik moet hem echt helemaal kapot gaan spelen, want als je dit kijkt, het embargo is al verlopen, maar dan heb ik nog niet heel veel gespeeld, zeg maar. Het review embargo is wel verlopen, ja, I know, maar stream embargo nog niet inderdaad. Maar... Dus dat wordt nog even wachten, maar ja, het duurt op zich niet zo heel lang meer voordat de game uitkomt. Dit hebben we For Honor gespeeld. Laten we gewoon als For Honor Raiders ons plekje gaan claimen. Inderdaad, praise the sun. Oh, dit is Dark Souls. We fight for Odin. Fight for Sunny D's en bier. We gaan dit weekend zuipen. Tenminste, als je nu kijkt. Dat komt waarschijnlijk nu in beeld. Ja. Leuk dat Ricardo en Daniel bij Horizon zijn. Awesome, super vet. Maar ondertussen zijn wij ons hier aan het opmaken voor het crewuitje. En dat betekent dat we heel veel, oké, dit zijn de kratten bier, en heel veel boodschappen hebben hier. En zij lopen daar ook allemaal met boodschappen, de boys. En dan, we zijn aan het inladen, daar komt eigenlijk op neer. Dus dit moet allemaal ingeladen. Komt goed. Op de 5 auto's of zo. Dus. Op naar Doorn. 10 minuten rijden. Ja, we zijn gearriveerd in de huisjes in Doorn. Hier is een deel van de redactie. Yay! Ja, en daar is Daan, de designer, die is de... Je ziet bier aan het inpakken, strenge regels eruit, want het bier van een vriend was over, dat was Gros. Dat was toen in de aanbieding, maar deze week was Hertog Jan in de aanbieding, dus iedereen wil Hertog Jan. Maar dat mag voor mij niet, want eerst moet de Gros op, dus ik ben heel streng. Maar we hebben een PlayStation 4 bij ons met Horizon Zero Dawn. En we waren allemaal super stoked van, yeah, we kunnen spelen. En we hadden een HDMI-kabel meegenomen, maar check de televisie, we hadden geen SCART-kabel. Of antenneverbinding. Of antenne, het zou zo vet zijn. Dus we gaan PlayStation 4 op coax. Oké. Welkom bij One Two Cook. We staan op dit moment bij topkok Tom Kouwenberg. This pasta is fucking uncooked, mate. It's so fucking uncooked. Jij bent gewoon echt heel veel aan het koken samen met onze Leon. Jazeker. Kijk dit, gewoon 3 pannen pasta, saus. Met echt gehakt en zo. En ook met groenten en zo. Echt super weer. Super gezond. Ja. Groenten? Ja. Oh, pas op, groenten. I know. En zo'n pan pasta, heb je wel zo'n pasta in je hand gehad? Nee. Dus letterlijk meer pasta dan ik kan deadliften. Nice. Kan je wel. Nou, zullen we lekker eten met z'n allen. Hallo allemaal! Hallo! Ik heb op tafel neer moeten zetten, dus maak het lekker. Ja, ik weet het. Eten. Ja, jongens, we zijn dus nu met z'n allen in het crewuitje. Yay! Yo! En dat doen we bij de bossen van Doorn. Super vet, dat is een natuurgebied. Maar we zijn ook opnames direct maar aan het maken voor de Ultieme Viking. En ik zou een kleine teaser geven van de Ultieme Viking. Kijk, hier komt de camera in beeld en daarachter zie je de Ultieme Viking. Kijk, daar loopt hij. Oh, vet, vet, vet. En hier hebben we Ridder Anton. Heel onze... stranger. Yo. Jij hebt echt eigenlijk een meer ensemble pak nog dan Daan. Maar ja, Daan is een viking, die hoeft niet zoveel aan. De vikingen zijn best wel bloot, hè? Ja, die zijn best wel bloot. Hoe voel je je met dit ding om? Ja, powerful, man. Ja? Ja. Oké. Okay. Het geeft wel echt een bepaald gevoel. Ja, dit is echt super vet. Kijk, het licht ook daar. Het is zo ontzettend mooi waar wij nu aan het filmen zijn. Het is echt super vet. Dus ik ben niet de regie vandaag, dus ik ben gewoon een beetje aan het meehelpen en aan het chillen. Maar Akeo en Tom en Lennart doen dit hele item. Credit voor hun. Samen met de mannen natuurlijk. Binnenkort Ultieme Viking, deel 4 of 5. Yo, het is zondagavond. We hebben net een crew-uitje gehad. Heel veel bier, heel weinig slaap, maar super gezellig. En ik ben gelijk vanuit huis eigenlijk doorgegaan naar Schiphol. Want ik moet morgenochtend heel vroeg op Schiphol zijn voor een vlucht naar Londen voor een game waar ik het nog niet over mag hebben. En Peter heeft een hotelletje voor mij geboekt, omdat ik echt super vroeg op moet. Maar kijk wat een fancy hotel. Super schattig. Mooi. Oh. Behang. Kijk hoe vet. Dikke tv. En helaas geen king size 2-persoons bed. Dat vind ik dan wel een beetje jammer, dus Peter. Volgende keer, hè? Maar kijk dan, dat behang. Super vet. En badkamer, ik ga denk ik zo meteen even lekker douchen ook. Ik ben echt verrot. Kijk, play, wc'tje. Super fancy wasbakje. Funtje. Maar check deze douche. Check deze glazen deur.
Dat zie je bijna niet. Oh. En hier kun je gewoon douchen. Wow, check die kop. Oh. What the fuck. Nice, ik ga zo lekker douchen. Denk ik. En dan vroeg naar bed, want ik moet echt om... half 8 in de shuttle zitten en dan... vlieg je in de Londen.